Welkom bij een nieuwe Autoweek Update live vanuit Bastogne, ofwel Bastenaken in België. We zijn hier voor een hele bijzondere gelegenheid, namelijk de Legend Boucle Rally. Dat is toch wel een evenement dat zijn weerga niet kent hier in de Ardennen. We gaan sneeuw tegenkomen, we gaan modder tegenkomen in een rally die we zelf gaan rijden met deze Austin Healey 3 liter uit 1960. Als navigator van de Schotse coureur Robert Miller. Als onderdeel van het LB Racing Team uit Weert, notabene. En dit is al het service park, eigenlijk in het centrum van Bastogne. Daarachter is het dorpsplein. En hier wordt het een beetje opgebouwd. De auto's worden klaargemaakt voor de keuring. En dit weekend wordt dan de rally verreden. Hier staan verschillende auto's van de leden van het LB Racing Team. Hier een zilveren Escort Mark II, een witte Escort Mark II en een rode Mark 1. En heel bijzonder daarachter een Triumph TRC met Rover V8. Toch wel een hele bijzondere machine om in actie te zien tijdens deze rally in Bastogne. Het wordt een uitputtingsslag, een regularity, maar ook op snelheid. En dat is toch wel een van de mooiste evenementen die je in de Benelux kan vinden. Misschien kom je nog wel even kijken, hou ons anders in de gaten op social en binnenkort in Autoweek Classics het hele verhaal over hoe het is om mee te doen aan deze Legend Boucle in een Austin Healey 3 liter.